Een beetje stoffig, maar toch wel leuk om te laten zien. Ter indicatie, dit is de ontvanger voor PI3XTV op 439975. Zoals je ziet, er zit een Raspberry naast. Die Raspberry die verzorgt de verbinding naar de repeater, zoals die in een ander filmpje recent op YouTube te zien is. Het stelt niet zoveel voor, ik bedoel, er is niet zoveel aan te zien, maar je ziet toch het lampje knippert van de audio interface. En het is een BCAT scannertje wat behoorlijk goed tegen sterke signalen kan. En dat is nodig, want hij zit op 439975 en de zender voor Diestra, die zit op 430975, dat is maar 9 MHz daar vandaan. En hij houdt zich kranig, hij gaat niet plat. Dus het is ook geen desensing of wat ook. Terwijl er geen duplexfilter tussen zit, dus dat is best goed. Dit ontvangertje blijft. De andere ontvangers, daar heb ik ook vergelijkbare scannertjes aan hangen. Maar daar komen DVB-T-sticks op te zitten. Dus die constructie wordt dan nog een stuk eenvoudiger. Want dat is dan een Raspberry zonder ontvangerdramen met een DVB-T-stick. Die sticks die ga ik voorzien van een bandfilter. Dat is wel nodig. En waarschijnlijk een hoogfrequent versterkertje ervoor. Maar goed, deze ontvanger die blijft wel op deze manier uitgevoerd. Misschien toch met een iets betere ontvanger nog op de wat langere termijn. Maar op zich functioneert dit uitstekend. Dus communiceert dus via wifi gewoon. Op 5,6 gigahertz naar mijn router toe. En van de router gaat het weer met IP, de repeater zelf in. En dat is dan die toestand aan de muur die we van de week gezien hebben.